zei de Chinees. Daar gaat alweer een lumpia gevuld met lekker vlees. De ring gaat de bel, dag mevrouw, dag meneer. De bami en de nasi als de vorige keer. Ping, ping, kassa, zei kleine Jean. De mensen stromen binnen, ik heb het lekker aan de kant. Jean kwam van China naar ons kikkerland. Om geld te gaan verdienen als kok in een restaurant. Maar na een jaartje werken had Jean het wel gezien. Mensen heel veel honger, zij eten wel voor tien. Kassa, zei de Chinees. Daar gaat alweer een lumpia gevuld met lekker vlees. Ring gaat de bel, dag mevrouw, dag meneer. De bami en de nasi als de vorige keer. Ping, ping, kassa, zei kleine Jean. De mensen stromen binnen, ik heb het lekker aan de gang. Jean ging toen aan sparen voor een eigen zak. Alles werd opzij gelegd, zelfs voetjes van een knaap. Na veel gebroed en veel gesteund, was dat hem gelukt. Mijn zaakje is nu open, zei hij toen heel verrukt. Ping, ping, kassa, zei de Chinees. Daar gaat alweer een lumpia gevuld met lekker vlees. Ring gaat de bel, dag mevrouw, dag meneer. Een bami en een nasi als de vorige keer. Ping, ping, kassa, zei kleine Jean. De mensen stromen binnen, ik heb het lekker aan de gang. Ping, ping, kassa, zei de Chinees. Daar gaat alweer een lumpia gevuld met lekker vlees. Ring gaat de bel, dag mevrouw, dag meneer. Een bami en een nasi als de vorige keer. Ping, ping, kassa, zei kleine Jean. De mensen stromen binnen, ik heb het lekker aan de gang. Ping, ping, kassa, zei de Chinees. Daar gaat alweer een lumpia gevuld met lekker vlees. Ring gaat de bel, dag mevrouw, dag meneer.